vliegen, headbangen en volop genieten. Alleen of met z'n allen. Het gebeurde allemaal op Waldrock, dat dit jaar zijn 10e verjaardag vierde. En dat werd met ruim 10.000 bezoekers een groot feest. Op cruise volgden de Brooklyn Boys van Biohazard. De snoeiharde band Cradle of Filth. En stond vooraan het podium bij Grip Incorporated. Boer Ab van der Loo woont al zijn leven lang in het Friese Bergen. Hij geniet het hele jaar door van de rust en de uitgestrekte groene weide rond zijn boerderij. Slechts één keer per jaar heeft hij buren, de festivalgangers van Waldrock. Maar hij stoort zich er niet aan. Gezien het feit vind ik wel van klachten over de jeugd. Hè? Stufgebruiker, dat weet ik veel, die zou je ook wel hebben. Merk ik hier niks van. Het is wel een heel ander publiek schijnbaar. Hè? Yeah, motherfucker! Een van de hoofdacts op het Waldrock Festival is de Amerikaanse hardcore-formatie Biohazard. Een band die niets liever doet dan live optreden. Dat betekent voor de jongens uit Brooklyn tijdens de zomermaanden door Europa trekken van festival naar festival. Vandaag in Friesland en gisteren op een festival in Duitsland. Slapen in de bus en wakker worden als het Waldrock weiland in zicht komt. En terwijl Biohazard zijn reis voortzet, worden backstage bij Waldrock de laatste voorbereidingen getroffen door een groot aantal vrijwilligers en één professional, Jules Thijssen. Hij is tijdens het festival de stage manager en moet ervoor zorgen dat straks, als de eerste band op het podium verschijnt, alles in orde is. Nou, de band geeft ons een plattegrondje van de basis en wij maken het af. En dan checken we of het op de goede plaats staat. Normaal hebben we dus licht en daar is alles op gebaseerd, hè, op posities. Wat al bekend is. Dus nou valt het mee. Dit staat goed voor band 1. Door de modder en langs de security bereiken de jongens van Biohazard hun geïmproviseerde kleedkamer. En buurman Ab van der Loo is nog steeds positief over het festival en over de jeugd. Maar ik vind dus... in alle negatieve berichten in de krant, op de televisie over de jeugd, vind ik het een heel positief gebeuren en heel netjes. Maar niet naar die, want ik kan hier van het land af, kan ik het wel zien. Hè? Maar ik vind het een verschrikkelijke herrie en je verstaat toch niks. Ik weet het ook niet of ze het house noemen of weet ik wat. Nee, Ab, geen house op Waldrock, maar wel de keiharde metal van de Engelse band Cradle of Filth. In de kleedkamer zien ze er nog wat doods uit, maar straks op het podium komen ze absoluut tot leven.
De sfeer tijdens een festival wordt voor een groot deel beïnvloed door het weer, zon of regen. Tijdens het optreden van Cradle of Filth verschijnt volop de zon. Voor gitarist Gian hoeft dat niet zo nodig. Miserable weather, so obviously very happy weather. Not being pretentious or anything, you know. But I mean, it'd feel a bit shit if the sun was shining. And not maybe not for you a lot, but we want, you know, obviously to play on a stage like this. We prefer it if it was dark. The difference is the energy, you see. With such a vast crowd, we can't really communicate as easy as we would in a small club. But then again, the vibe is amazing all the way around. As long as the people are calling into it, and we are into it, you know, 200%. You know, down to, it sounded good on stage for us today as well. You know, it went quite well. Biohazard al de hele dag en dat schept uiteraard een band. Gitarist Billy neemt ons mee voor een rondje over het festivalterrein. En dan vraagt hij ineens onverwacht, zou ik heel even de microfoon vast mogen houden? Oké, Billy, dat kunnen we je niet weigeren. What's up, this is Billy from Biohazard. Here we are in Waldwijk in Bochum, Holland. It's Friesland. A lot of people here. It's a nice day. The sun keeps coming in and out. Maybe it'll rain. It'll probably rain when we go on stage. But we're gonna be doing some stuff, walking around, checking things out. Hope you like it. Peace. Obrote, obrote, obrote. Hey, check it out. It's all right. There's always a lot of things going on. A lot of different shops. A lot of people just sell a lot of shit. In case you haven't noticed behind me, you can buy everything from t-shirts to chokers to jackets to leather pants. And if you look over here, you can even piss outside in front of everybody. These little porta potties. We're gonna go into the metal market and check it out in here. Amazing. Tell me what you like about the festival. What I like about the festival, I like Biohazard. That's why. Good choice. Yeah. And well, I basically like loud music. Yeah. Sepultura. Yeah. All that kind of shit. All right. Just like the atmosphere of. You know, everybody being each other's brothers and stuff. Rules. Of course, in Holland, there's a lot of beautiful women. Dutch women. And more Dutch women. What do you think about the festival vibe here? It's very, very sensational. Yeah. I'm just tripping, you know. It's very hot. Everybody's cool to each other. It's really, really a good thing. Do you like it? Yeah, I like it a lot. Who'd you come and see? Biohazard. All right, right now we're standing in the center of the war zone. When we go on and bands like Megadeth and other bands go on, this whole area gets transformed into a giant pit. And I think it's the only time you're safe in here is when there's no bands playing, at least for you guys. I'm all right with it. Do you want to see Megadeth? Tennessee Rammstein.
Het is gewoon machtig mooi voor iedereen. Echt, ze kunnen uit de hele wereld hier van mij van toe komen, weet je wel. Waterrock is gewoon mooi en elk festival is gewoon mooi. Het is gewoon het feest eromheen en de muziek erbij en het is gewoon machtig, ja. Ik heb wel eens bij de televisie gezeten en dan zeggen ze, oh, lopen de Danianen kam op de weg en zeggen, oh, die oude lul zit bij de televisie. He? Maar goed, dat is dan een klein incidentje. Maar voor de rest, ja, voortreffelijk. En Ab, goed nieuws? Nee, maar geen liefhebber, geen muziekliefhebber. Nee. Ik vind, ja, misschien dat ik me ook goed thuis kan vinden in dorp, op platteland. Stil. Vind ik mooi. Nou ja, stil. Op het podium van Waldrock staat inmiddels de band Crip Incorporated. En dat is behoorlijk heftig. Chambers, de zanger van Grip Incorporated, vertelt ons waarom de band zich op een festival als Waldrock zo thuis voelt. With this festival even more important because it's all hard music and heavy music and a lot of agencies and a lot of countries are trying to push this away and I think it's really good to keep this kind of thing and the goodwill and no trouble and just keep hard music going. Rekken en strekken, je zou het niet verwachten tijdens een rockfestival. Maar voor de jongens van Biohazard is het de normaalste zaak. Met losse spieren namelijk het podium op. Biohazard maakt niet alleen keiharde muziek, maar bulkt, zeker op het podium, ook van de energie. Gitarist Billy vertelt waar ze die vandaan halen. Where our energy comes from is from the passion we have for our music. Just making the music and singing about things that are real to us. You know, the passion, the conviction. We're not singing about things that we don't believe in. Our music and our lyrics mean a lot to us. So that's, to us, that's what gives us the energy. Afgezien van het feit dat je zegt, nou, dan kunnen we de stoppen er wel uittrekken. Dan is het stil. Maar gezien het hele gebeuren en voor de jeugd. Nee, kan ik.